course, you could forget all that. And just have fun! Hearthstone, Heroes of Warcraft. En alle mensen van Dutch Gamination, welkom bij Hearthstone. Geen gewone Hearthstone, maar Hearthstone nieuws. Aangezien er afgelopen weken nieuws is uitgebracht over eventueel een nieuwe expansion van Hearthstone. En daar wil ik het met jullie vandaag over hebben. Nou, voor de mensen die een beetje onder de steen geleefd hebben en bijvoorbeeld ook geen interesse of iets gehad hebben over de nieuwe expansion. De nieuwe expansion van Hearthstone heet Curse of Naxxramas. Voor de mensen die niet weten wat Naxxramas is een soort instance raid-achtig iets, zeg maar, wat je in een groep met 10 of 25 man kan doen. Ja, om uiteindelijk als je dus alle vleugels, want daar gaat het in dit geval over, als je alle vleugels hebt gehad, dat je in elke vleugel items kan krijgen, in principe om je gear en je poppetje sterker te maken. Nou, zoals ik al zei, Naxxramas heeft vleugels en dat zijn er 5. Maar goed, voordat ik daar allemaal over ga beginnen, want ik heb het allemaal in topics heb ik het staan, dus dan wil ik het bij jullie over de topics hebben. Goed. In deze Curse of Naxxramas, zoals de expansion heet, zijn dus 5 vleugels gebaseerd op de vleugels van World of Warcraft. En in deze expansion komen dus in totaal 30 nieuwe kaarten. Die je dus in principe in bepaalde potjes tegen kleine bossen en de grote bossen. Dat je bepaalde kaarten dus kan vrijspelen. Ja, gebaseerd op de boss die je speelt. Wil je dus die adventure mode spelen, dan heb je dus de eerste en de laatste vleugel wat je dus vrij kan spelen. Nou goed, we gaan alvast even gewoon beginnen bij het begin. Dus we hebben het nu eerst over de vleugels. Zoals ik dus al zei, er komen dus 5 nieuwe vleugels verspreid over de aankomende 5 weken. Ik weet niet precies vanaf wanneer de expansion ingaat, maar ga er maar vanuit vanaf het moment dat hij dus ingaat tot de 5 weken daarna, dan kan je dus de laatste doen. Om dus niet als pro-speler, die dus in principe alle kaarten heeft, in 1 of 2 dagen de hele adventure mode heeft kan uitspelen. Deze vleugels dus gratis en ja, dat heeft dus in principe een voordeel natuurlijk dat je gewoon kan spelen wanneer je wilt. Dus al heb je een starterdeck, je begint bijvoorbeeld net met spelen. Ja, dan kan je dus in principe gewoon gelijk beginnen. En dat vind ik eigenlijk wel het goede eraan. Wat ik daarentegen wel weer jammer vind is dat ze zeggen van, wil jij bijvoorbeeld vleugel 2, 3 en 4 spelen? Dan moet je daar dus geld voor betalen. Nou, dat vind ik dan persoonlijk nog niet zo heel erg. Ze weten nog niet precies hoeveel het gaat kosten, maar ze proberen het wel in de aankomende paar weken te vertellen. Ze willen dus misschien, je moet het denk ik vergelijken met als je bijvoorbeeld de arena ingaat. Dat je dan bijvoorbeeld, 100, 150 goud betaalt. Het zal misschien iets meer gaan, ik weet het niet. Hou maar gewoon op die 150, 150 goud of je betaalt, wat is het, 2 euro nog wat of zo mee te doen, wat is het. Ik weet niet, ik betaal natuurlijk alleen maar met in-game geld, dus ik zou niet weten hoe je dat moet doen. Elke vleugel, die heeft dus ook een, elke vleugel, als je een vleugel hebt afgemaakt, zeg maar, dus je hebt de laatste baas of de bazen verslagen uit die vleugel, dan krijg je er dus een legendary kaart voor. Vind ik persoonlijk een hele goeie. Alleen, ik vind dan wel dat je zegt dat je 2 doet, 2, 3 of 4. Misschien is het zelfs zo dat je geld krijgt of hoe hoger je gaat in de wing. Dus zeg maar 2, 3 en 4. Dat je bijvoorbeeld bij vleugel 4 meer geld moet gaan betalen dan voor bijvoorbeeld 2 en 3. Weet je, er zijn nog te veel onduidelijkheden over, te veel onduidelijk over hoe dit eigenlijk allemaal gaat. Dus ik kan er niet te veel over zeggen. Dus of ik het hiermee eens ben of niet, nou, dat laat ik nog maar even in het midden. Goed. We hebben het nu over de bazen. De bazen, die staan dus, de bazenmode, dat wordt dus bestuurd door computers. Dus gewoon hetzelfde dat je bijvoorbeeld een practice run doet. Wat voor mij ook al heel lang geleden is. Maar goed, ik denk voor de mensen die, die het spel gewoon kennen, die weten wel waar ik het over heb. Elke boss heeft, net als eigenlijk elke hero die wij hebben, gewoon unieke kaarten en krachten. Dus gewoon de hero ability en de class kaarten. De manier waarop wij normaal spelen, je hebt een grote kans dat je dat gewoon echt aan moet gaan passen. Omdat het gewoon te moeilijk wordt of te vreemd om te spelen. Omdat het is een hele aparte, een hele nieuwe manier van spelen.
Misschien is het zelfs zo dat de current meta, waar wij dus nu in spelen, dat die helemaal omgegooid kan gaan worden als je alleen al de adventure mode speelt. Wie weet, we zullen het zien. Dat houdt dus ook in dat je dus gewoon je complete deck, waar je gewoon maanden aan gewerkt hebt en maandenlang, ja, als je echt al je vaste deck hebt, als je dan maandenlang dezelfde kaarten speelt, dat je gewoon ineens weer moet wennen aan je eigen deck of aan je eigen hero, waar je al, ja, eigenlijk goed aan gehecht bent geraakt. Als je dus eenmaal een kaart hebt, een hero hebt verslagen, of een hero, een baas hebt verslagen, krijg je dus een kaart wat overeenkomt met de baas die verslagen hebt. Dus het zou kunnen zijn, als jij bijvoorbeeld een Hagen Down Clean hebt verslagen, dat je dus de kaart Mind Apocalypse krijgt. Dat zou op zich wel een goed idee kunnen zijn, maar aan de andere kant, je hebt bijvoorbeeld ook bepaalde kaarten. Jij hebt ook een bepaald soort kaarten, zeg maar, die dat soort bazen gebruiken die wij dus niet kunnen gebruiken. En waarom? Omdat er bepaalde combinaties zijn aan bazen die je verslaat, die jou gewoon te overpowered kunnen maken. Aan de ene kant heb ik zoiets van, oké, ja, ben ik het mee eens. Maar aan de andere kant, als iedereen dus die vleugels doet en iedereen die kaarten gebruikt, dan heeft in principe iedereen hetzelfde formaat, hetzelfde, in principe dezelfde kaarten. Dus dan trek ik alweer één lijn en heb ik zoiets van, waarom laat je ze er niet in? Of bijvoorbeeld, zet ze erin al echt ook als legendary kaarten, dat je, dat je er ook echt maar één mag gebruiken van een bepaald soort kaart. Maar goed, er zijn al zoveel vragen, misschien komt dat ook allemaal nog wel aan bod. Ik hoop dat het de aankomende week, 2 weken, ik hoop het, ik weet het niet. Dat het in principe aan bod komt. Ik ben eigenlijk echt wel benieuwd hoe ze dat willen gaan doen. Ik neem dit trouwens op gewoon op 14 mei, dus mocht er vandaag, morgen of zo wat komen, dan is het dus geen weken, maar dan is het natuurlijk dagen. Maar goed, maakt niet uit. We weten dus nog steeds niet waar we het over, hoe we dat moeten gaan doen en hoe we dat moeten zien. Elke vleugel heeft dus een bepaald aantal bazen die je dus moet verslaan om dus naar de volgende vleugel te komen. Lijkt me wel logisch. Nou, de eerste 3 vleugels, dus dat zijn, een spinnenvleugel, een soort van plagenvleugel. Ik weet niet precies, er zijn in principe 3 lagen of 3 vleugels. Ja, in principe 3 vleugels die hebben 3 bazen en de laatste vleugel heeft er 2. Dat klopt volgens mij niet. Wacht, 3, nee, het zijn 4 vleugels. Sorry, het zijn 4 vleugels met 3 en 1 vleugel van 2. Zo is het. De volledige lijst met de bazen, die zijn nog niet helemaal bekendgemaakt. Maar ga er maar vanuit dat de bazen die je in World of Warcraft hebt in de Next Ramus raid, zeg maar, dat je die ook terug kan vinden hier. Nou, zoals je hier op het plaatje kan zien, zijn er dus minions of bazen zijn dus al bekendgemaakt. Degene die dik gedrukt zijn, zijn er namen die bevestigd zijn. En de minions of de bazen die schuin gedrukt zijn, dat zijn dus, ja, die zijn dus nog niet bevestigd. Maar je kan wel al zeggen van dat je een idee hebt van, nou, deze zit erin, deze zit erin, dat zit erin. En deze heb ik er liever niet in. Nou ja, ik heb inderdaad wel een paar bazen uit Next Ramus die ik het liefst niet zou willen zien. Maar goed, dat zijn mijn, dat zijn mijn meningen erover natuurlijk. We gaan even verder naar het volgende gebied. Dat heeft met de klasuitdagingen te maken. Want ja, je hebt ook als je normaal je quest doet, die jij normaal altijd doet elke dag, krijg je natuurlijk geld, goud, kaarten uiteindelijk. Maar goed, elke kaart of elke hero heeft dus een bepaalde quest, opdracht die je kan doen. Nou, dan heb je dus, als jij dus een adventure mode ingaat met, noem maar wat, in mijn geval, of een shaman of een priest, dat zijn de 2 meest gespeelde klassen op het moment. Heb je dus een bepaalde opdracht. Dat zou kunnen zijn van, kill zoveel minions, doe zoveel spells. Wie weet komt het zelf nog voor dat ze zeggen van, heal jezelf zoveel keer. Noem het maar op, maak jezelf gek.
verzin het. Of het wel of het voorkomt dat je zegt van heal je zoveel. Dat weet ik niet. Maar elke hero heeft dus in principe zijn eigen. Opdrachten. Ik weet niet of je dat elke dag krijgt. Zeg maar. Dus als je elke dag zeg maar een vleugel doet. Zeg dat je alles hebt uitgespeeld. En je hebt dan zoiets van. Weet je, ik ga de adventure mode weer doen. Ik ga er weer doorheen. En je krijgt andere. Gewoon echt andere. Of je krijgt dezelfde quest. Weet je, gewoon dat soort dingen. Dat lijkt me wel wat. Als je elke dag gewoon geld krijgt. Naast je quest. En de adventure mode. Dat zou dan best wel hard kunnen gaan met je geld. Zit ik me nou net zo te bedenken. Dat lijkt me wel wat. Wat vinden jullie? Laat hieronder in de reacties achter. Ik ben wel benieuwd hoe jullie erover denken. Maar goed, heb je de opdracht dus af. Krijg je dus specifieke kaarten gebaseerd op de hero die je speelt. Dus dat zou kunnen zijn nieuwe kaarten. Dat zou kunnen zijn oude kaarten die je waarschijnlijk al hebt. Weet je, gewoon, ja, in principe gewoon de kaarten die er zijn. Over kaarten gesproken. In het begin van de video, toen had ik het over dat het er 30 nieuwe kaarten waren. Dat houdt dus in dat er 21 neutrale kaarten zijn die iedereen dus kan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld, laten we noemen, bijvoorbeeld noem je dat, een Ragnaros, zulke kaarten. 21 neutrale kaarten en 9 specifieke hero kaarten, dus 1 voor elke hero. Veel van die Nexramas kaarten, die hebben een Death Rattle team. Team thema. Voor mensen die niet meer weten of nieuw zijn bijvoorbeeld met het spel Death Rattle, dat houdt in als een minion doodgaat, dan heeft het een bepaald effect. Zoals bijvoorbeeld een, hoe noem je zoiets ook weer, een Abomination. Dat is volgens mij een 4-4 taunt, als ik het zo goed uit mijn hoofd weet. Als hij doodgaat, doet hij dus 2 damage aan elke minion op het veld. Volgens mij ook aan de heroes, maar dat weet ik dus niet meer zeker. Maar goed, Death Rattle activeert pas op het moment dat hij doodgaat. En ja, dus in principe heeft dat invloed op de rest van de kaarten. Zoals je hier kan zien heb je kaarten met bijna allemaal met Death Rattle kaarten die je in principe in combinaties zou kunnen spelen. Ja, die kan je dus krijgen als je bepaalde dingen hebt gespeeld of bepaalde dingen hebt gedaan om gewoon als je bepaalde dingen hebt gedaan daarmee. En ja, ik moet zeggen dat ze meer kaarten toevoegen is leuk, want ik denk dat ik in principe alle kaarten langzamerhand wel gezien heb. Dus het werd wel eens een keer tijd om nieuwe kaarten toe te voegen. Deze kaarten die kan je ook in de arena tegenkomen, dus die kun je ook gewoon kiezen. En deze kaarten komen dus ook voor als je de kaarten zelf dus niet in je bezit hebt. Vrij logisch, want als je kijkt naar wat je in de... Als je bijvoorbeeld als beginner kijkt in de arena, heb je in principe dus nog bijna geen kaarten. Je hebt alleen je standaardkaarten, je standaard hero kaarten en dat is het. Dus in principe, dat ze dat vermeld hadden, ja, weet je, had ik zoiets van, oké, ben het ermee eens. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, het leek me vrij logisch. Het leek me gewoon logisch. Weet je, dat zou een beetje raar zijn, want in principe dan de persoon die dus 24 uur per dag no life speelt en alle kaarten heeft, die zou dus in principe dit soort kaarten gewoon kunnen gebruiken en dan gewoon eigenlijk al een voorsprong hebben op de rest. En ik vind toch wel dat ze dat goed hebben gedaan. Dat in principe iedereen, maakt niet uit of je beginner of expert bent, of ertussenin, dat je gewoon in principe evenveel kans hebt. Natuurlijk heeft degene met meer ervaring natuurlijk wel een voorsprong, maar het gaat even om het idee wat voor kaart die je hebt. Maar goed, het heeft ook een beetje met geluk te maken, dus ik ben het ermee eens dat ze het in de arena doen. Ook voor mensen die het niet, die zeg maar het spel niet vaak spelen of gewoon net beginnen. Zoals gezegd zijn er dus 21 nieuwe neutrale kaarten en er zijn er tot nu toe maar 5 bekend. Ik zal even in het kort even mijn mening vertellen over de kaarten die je dus in beeld ziet. Persoonlijk zijn er wel een paar waarvan ik denk, die vind ik goed. Die wil ik zelf ook wel in mijn deck. Hoe het eruit ziet, zou het wel goed uit kunnen pakken. En aan de andere kant heb ik met sommige dat ik zoiets heb van, laat maar weg. Maar goed, ik ga dus even in het kort vertellen wat ik vind van bepaalde kaarten. Waarom ik hem zou gebruiken en waarom ik hem niet zou gebruiken. Ten eerste hebben we nu de Dancing Sword. Dat vind ik persoonlijk op zich wel een goede kaart voor een 3-drop. Want je hebt in principe een 4-4 op het main bij beurt 3. Dat is op zich wel een redelijk goed begin. Je zou natuurlijk ook bijvoorbeeld met een coin op beurt 2 kunnen doen. En ik geloof zelfs met een Innervate
Albert 1. Maar dat is ook afhankelijk als je met een druid speelt. Of niet natuurlijk. Dat is dus in principe waarvoor ik denk, nou, daar zou ik hem op zich wel voor in mijn deck willen hebben. Ja, dat zou mijzelf misschien gaan motiveren om met een druid te gaan spelen. Dat je in principe een 4-4 op een bord kan hebben. Op beurt 1. Dat is op zich wel een goede kaart. Alleen, ik ben het niet mee eens dat als mijn minion doodgaat, dat de tegenstander een kaart krijgt. Maar goed, weet je, als je hem op late game hebt, dan oké. En als je hem op early game hebt, zou ik zeggen van, ik laat hem weg. Maar goed, dat is echt zo'n kaart die je in bepaalde situaties zou moeten of kunnen gebruiken. Waarvan ik zoiets heb van, is dit wel goed genoeg? Maar goed, dat heb je bijna met elke kaart. Baron Rivendare is hier dus een legendary kaart. En deze legendary kaart is dus... legendary, huh? Nee, maar deze kaart vind ik persoonlijk op zich wel een goede kaart. Ook al is het maar een 1-7. Weet je, een 1-7, het heeft niet altijd wat met kracht te maken. Bijvoorbeeld een 7. Kijk, die 7, die kan je prima gebruiken als taunt. En als je hem op het veld hebt liggen, dan heeft zijn death rattle kans gewoon 2 keer zoveel kans. En dat heeft gewoon veel invloed op de kaart die ik later nog ga behandelen. Maar goed, de Undertaker vind ik op zich een redelijk goede starterkaart met een, 1-2. Of als 1-2. Die je ook vaak gewoon niet in bijvoorbeeld de eerste of de eerste twee beurten. In die eerste twee beurten. Het is een beetje verschillend. Het hangt er vanaf wat voor deck je hebt. Kijk, een 1-2. Die krijg je niet vaak bij beurt 1 dood. Of in beurt 2. Vaak niet. Alhoewel, als ik er nou zo over nadenk, zijn er wel genoeg kaarten die je zou kunnen gebruiken op beurt 2 met minimaal 2 attack power. Maar oké. Vind ik op zich wel een goede kaart hoor, daar hiervan. Wat me wel trouwens opvalt aan deze kaart, is dat het in mijn ogen veel te vergelijken is met een Question Adventure. Omdat het, als je een kaart neerlegt, dat hij dan ook gewoon een 1-1 erbij krijgt. Moet er natuurlijk wel bij zeggen dat hij pas getriggerd wordt als je dus een minion op het veld legt die Death Rattle heeft. En in mijn decks, volgens mij, als ik het zo even globaal nadenk, heb ik dus geen meer met Death Rattle in mijn deck, dus dan zou ik aan deze Undertaker niks hebben. Dus ik zou deze persoonlijk alleen aanraden als jij dus een typische Death Rattle deck gaat gebruiken. Maar goed, dat is hoe ik erover denk. Vind je deze kaart wel goed? Denk je van, ik heb hier wat aan? Stop hem in je deck. Probeer het uit. Ik ben benieuwd hoe je erover denkt. De volgende is Shade of Naxxramas. En deze kaart vind ik aan de ene kant wel goed. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, nou weet je, ik vind hem gewoon te sterk. Ik vind gewoon niet dat hij hier thuis hoort. Ik vind dat ze hem gelijk eigenlijk al bij de patch moeten gaan nerven. Waarom? Deze minion heeft stealth. En stealth minions kan je dus niet triggeren door minions, door spells of wat dan ook. En die kan je dus in principe alleen maar triggeren door AoE spells. Dus Flamestrike, Blizzard, Holy Nova, wat hebben we nog meer? Whirlwind. Noem het maar op. Dus ik verwacht ook wel dat deze kaart heel veel in de decks wordt gebruikt. En ik zal eerlijk toegeven, ik denk dat ik deze Shade ook in mijn deck zal gooien. Ik heb ook wel een aantal kaarten waarvan ik denk van, die kan ik wel wegdoen en deze erin. Dat moet te doen zijn, denk ik. Maar goed, ik ben benieuwd hoe ze dit gaan aanpakken. Want ik vind het persoonlijk iets te OP. En ik vind wel dat er iets aan gedaan moet worden. Maar goed, dat is mijn mening. De Nerubian Egg is als 0-2 minion een best wel pittige kaart. En zeker in combinatie met de Rivendare die ik dus net besproken had. Want mocht jij dus voor een... mocht jij dus die ei, of dat ei dus zeg maar op het veld hebben liggen, en dat eitje gaat dood, dan krijg je er gewoon een 4-4 voor terug, voor 2 mana wat je neerlegt. Dus dat is echt belachelijk sterk. Het ei, ik denk dat ik zelf dat eitje gewoon in mijn deck ga gebruiken en er gewoon zelf nog een taunt over van maak. Weet je, bijvoorbeeld met een... met een Defender of Arcus of zo, weet je wel, dat soort dingen.
Kijk, want dan heb je dus in principe voor 2 mana heb je gewoon een 4-4 op het veld. Vind ik echt belachelijk. Maar goed, ik vind het persoonlijk, met of zonder Rivendare, vind ik het echt gewoon een prachtige kaart. De hero kaarten, er komen dus 9 nieuwe hero kaarten aan, 1 voor elke hero. En op dit moment zijn er 3 kaarten te zien. De eerste is een Poison Seed. Persoonlijk op zich wel een redelijk goede kaart, ook al vind ik hem in bepaalde situaties best wel kut. Want weet je wat het is? Als jij 2 teams hebt, met allebei redelijk goede kaarten, redelijk goede verdediging, en je moet er doorheen, kan er 2 dingen doen. Je kan de kaarten gewoon zelf verslaan, of je kan deze Poison Seeds erop gooien. Maar het enige nadeel is, je eigen minions zijn dus ook gewoon de lul. Dat worden ook gewoon boompjes. Dus het is aan de ene kant, ben ik wel blij mee dat die bestaat. Maar aan de andere kant vind ik hem ook, lijkt me ook best wel kut. Want dan heb je bijvoorbeeld een Legendary op het veld. En iemand die heeft gigantisch veel kaarten op het veld. En ja, je moet daar doorheen. Ja, wat kan je doen? Knal je die 2-2 eroverheen? Of knal je dat kaartje eroverheen? En maak je er een 2-2 van? Of ga je met je legendaries en met de rest van je kaarten er ook gewoon doorheen? Het is maar een beetje in welke situatie je verkeert. Maar goed, ik heb niet zo heel veel verstand met Druids. Dus misschien is het wel een goede kaart, misschien niet. Ik weet niet of er mensen zijn die Druids spelen. Vind je dit persoonlijk een goede kaart? Laat het hieronder weten, want ik ben eigenlijk, aan de ene kant, als ik kijk naar bijvoorbeeld zeg maar naar de streams die kijken, echt naar de toernooien en zo, speelt bijna elk lid met een druid. Dat is echt belachelijk. Maar goed. Ja, laat hieronder in de reacties achter of jullie deze druidkaart goed vinden of niet. De Advantage. Een paladin kaart. Vind ik eigenlijk behoorlijk pittig. Want dat is, weet je, als je deze gebruikt, dan krijg je minions dus gewoon een best wel een dikke buff door. En als je die dus gebruikt bij je volgende beurt, of als je die dus inzet en je hebt dus een volgende beurt al een redelijk goede minion lopen, je knalt er nog een Blessing of Kings op. En dan heb je er weer een 4-4 bovenop. Dus het is aan de ene kant, weet je, je kan je minions zo hard buffen met deze kaart. Dat is echt niet normaal. Dus ja, weet je, ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Of ze dat hier nog gaan aanpassen. Ik vind hem behoorlijk OP. Zeker in combinatie met Blessing of Kings, Blessing of Might. Ja, noem maar op. De Deathbite. Een typische warrior kaart. De eerste keer dat ik dit kaartje zag trouwens, dacht ik eerst van, weet je, is het een warrior kaart? Of wordt het, gaan we richting een nieuwe klasse? Gaan we bijvoorbeeld een Death Knight in? Weet je, ik vind het echt typisch een Death Knight kaart. Maar goed, ze hebben dus waarschijnlijk besloten om te zeggen van, nou, we hebben geen Death Knight, dus geen nieuwe hero. Bam, we knallen het gewoon op een warrior. Het is ook wel een goed idee. Alleen vind ik deze kaart eigenlijk best wel overbodig is. Waarom? Als je alleen al kijkt naar wat voor kaarten ze hebben. Ze hebben bijvoorbeeld een 2 mana War Axe, een 5 mana Reaper en een 7 mana Gorehal. Dus ze hebben in principe al 3 kaarten, of 3 wapens. Plus als jij nog een bepaalde minions hebt die ook nog een kaart kunnen geven, of een wapen kunnen geven. Plus nog een upgrade die je nog als eerste mana ook een wapen kunnen geven. Dus in principe, warriors hebben al genoeg wapens. Ja, hebben ze eigenlijk al. Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld de toernooien en zo. Ik neem de toernooien vaak als voorbeeld, omdat die mensen eigenlijk meer weten dan ik natuurlijk. En weten wat je wel en niet kan spelen. Als je alleen al kijkt naar eigenlijk naar wat ze spelen, is het vaak als warrior zijnde de War Axe, dus 2 mana drop, en een Gorehal, de 7 mana drop. De Reaper, de Arcanite Reaper, dat is een 5 drop, die gebruiken ze niet. Nou, een Deathbite is een 4 mana, dus die zie je ook waarschijnlijk niet gebeuren. En de Death Rattle wat erop zit, weet je, ze doen damage aan iedereen, en dat zou je zelf, gewoon jezelf ook gewoon bollen. Ja, gewoon kapot kunnen krijgen. Dus aan de ene kant, het heeft iets, maar aan de andere kant, als je kijkt naar hoe het zit in de meta, vind ik hem overbodig. Gewoon te overbodig. Ik heb niet zo heel veel verstand van warriors, maar aan gewoon alle informatie wat ik oppik van bepaalde dingen,
vind ik persoonlijk dat die overbodig is. Maar goed. Hè? Warriors speel ik eigenlijk amper. Dus ja, eigenlijk heb ik zoiets van... zullen we gebruiken of zullen we niet gebruiken? Ik weet het niet. Goed, daar hebben we het dus over de bazen gehad en over de minions. Of over de kaarten. Er zijn er waarschijnlijk ook mensen die denken van... nou, dit is veranderd, dat is veranderd. Maar komt er ook een nieuw speelveld? Ja, er komt dus ook gewoon een nieuw speelveld. Eigenlijk gewoon gedesigned in de stijl van NeckRammers. Toen ik dus dat plaatje voor het eerst zag, hè, gewoon het speelveld, het bord... toen had ik echt zoiets van... dit doet mij nou echt denken aan mijn World of Warcraft tijd die ik gehad heb. Weet je, dat je gewoon voor het eerst zo binnenkomt in dat hele grote... ja, tempelbord, torentje. En dat je dan zo dat vleugeltje ingaat. En dat je dan echt zo ziet van... holy shit. Nou, dat heb ik hier dus ook. En ik vond het persoonlijk echt fucking vet om te zien. Dus ja, er komt een nieuw spelveld. Gedesigned in de stijl van NeckRammers. En ik ben ook zeker benieuwd wat ze hier aan toe gaan voegen. Echt waar. Wat ik verwacht is... wat ze verwacht is dat die dus in de zomer van 2014... online gaat. Dus dat je hem in principe in de zomer kan spelen. Als het goed is... komt hij zowel op de PC als op de tablet tegelijkertijd uit. Dus dat is mooi voor de mensen die zowel op PC spelen als op de tablet. En dat was het eigenlijk. Ik heb niks meer aan toe te voegen. Wat vinden jullie van deze expansion? Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wat jullie van deze expansion vinden. Vinden jullie dat er iets veranderd moet worden? Vinden jullie dat er iets verbeterd kan worden? Laat je fantasie los. Laat gaan. Wat wil je zien? Hoe wil je dat zien? Welke bazen uit de dingen wil je terugzien? Noem maar wat op. Noem jouw thema's op. Hoe jij bepaalde bosses wilt zien. Wat voor minions je wilt zien. Laat je fantasie los. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie hier naartoe kijken. Hoe jullie hier naartoe leven. Wat jullie zien in deze expansion. Ik bedank jullie voor het kijken. Komt er nog, als er nog een nieuwtje aankomt, misschien nieuwe wapens, nieuwe minions, misschien een nieuwe speelstijl nog, wie weet, dan laat ik het jullie natuurlijk weten. En tot die tijd, bedankt jullie voor het kijken, laat hieronder in de reacties achter wat jullie vinden, wat veranderd moet worden of wat anders kan, en dan hoop ik jullie te zien. Ja, in de expansion. Dus bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later.